Al mijn collega's weten dat natuurlijk wel, maar omdat hier wel een congres is ook voor verpleging en andere disciplines, dus geen pipistop als oefening. Onderbreek de straal nooit terwijl je plast. Want als het plassen gestart is, blijft de reflex van je detrusorcontractie zo lang doorgaan, zolang dat je ureter en je uretrale sluitspier blijft ontspannen, totdat de blaas leeg is. Als je contractie doet van je bekkenbodem, krijg je inhibitie van je blaasmusculatuur via je ruggenmerscentrum of je sacraal mixiecentrum. En dit stuurt dan de urine terug tegenstroom in een ontspannen blaas voor het risico van een blaasontsteking. En als je dat heel veel oefent, wordt de blaascontractiecapaciteit ook zo laag dat er ook residu overblijft. Je begint eigenlijk terug te plassen met een blaas die dan absoluut niet vol is. Dus nooit als raad geven, oefen een beetje op toilet, probeer de straal een beetje te onderbreken. Wat doen wij dan wel in onze praktijk? Dus algemeen proprioceptieve oefeningen voor het bekken. Zeker pre- en postnataal, al een beetje uitleggen waar dat in bekkenbodem zit, hoe dat ze kunnen aanvoelen voor hem te ontspannen, voor hem te opspannen. Hypopressieve of hypoabdominale oefeningen. Dat wordt ook wel iets weinig gedaan door onze collega's niet-pelvische therapeuten. Ik denk dat dat het meest gekend is bij de pelvische therapeuten. Dat zijn specifieke buikspieroefeningen die in plaats van de bekkenbodem te belasten, de bekkenbodem mee betrekken in het versterken. Dus de buik en bekkenbodem versterken met geen druk. De druk wordt eigenlijk naar boven gegeven. Dus hypo, dat zijn weinig druk. He. De druk wordt naar boven gegeven, er wordt met extreme uitademing gewerkt en het zijn heel specifieke oefeningen. Dus hier kun je ook zien hoe dat die oefening bijvoorbeeld gegeven wordt. Zulke modellen zien wij nu wel niet veel in onze praktijk, maar ja. Er zijn ook boeken over geschreven, video's over gemaakt. Dus mevrouw Haske is ook een gekende voor cursussen te geven over hypoabdominale oefeningen. Belang van een correcte ademhaling. Dus een ontspannen ademhaling is een zegen voor ons allemaal. Maar zeker ook van belang bij je incontinentieproblemen, dat de patiënten dus niet geforceerd of verkeerd ademen. Relaxatie. Leer ons om stil te zitten is een boek over een schrijver van Engeland met enorme plasproblematiek en bekkenbodempijn, die alle grote specialisten van Italië tot Engeland te raad geweest is en die eigenlijk nu weet dat hij gewoon met mindfulness of ontspanning eigenlijk zijn probleem een beetje onder controle heeft, want hij heeft een chronische pijn, dus een chronische bekkenbodempijn die eigenlijk anders door niemand op te lossen was. Dus ook bij te hoge spanning van die bekkenbodem is het soms nodig om de patiënt algemene relaxatie aan te bieden en dat in ons behandelingsprogramma een keer ook een keer mee te geven. De urologen van Ernst van Meer Nederland geven veelal dat boek mee bij mannen met chronische bekkenbodempijn. De bekkenbodemoefeningen dan specifiek bij dysfunctionele mixie. Dat is vooral dus het leren relaxeren, een actieve relaxatie, leren de bekkenbodem actief ontspannen gedurende de hele mixie. Proprioceptie, hoe span ik op, hoe laat ik los. De tens en de pens, de triggerpoint en stretchen van de spieren. We doen altijd de palpatie, dus hoe dat de spieren kunnen opspannen, hoe dat de spieren loslaten. Biofeedback, dus dat is een apparaat die de spanning weergeeft op het toestel. Dus kan even goed gebruikt worden om de patiënt te leren opspannen en te zien hoe dat hij opspant, hoe lang dat hij opspant of dat hij stabiel opspant, dan hoe dat hij ontspant en hoe constant dat hij ontspant. Dat wordt gedaan oftewel met anale elektrodes, kleefelektrodes of vaginale elektrodes. De kleefelektrodes worden natuurlijk vooral bij kinderen gebruikt of bij mensen ook die soms ook misbruik of iets hebben die dat echt niet zien dat er inwendig gewerkt wordt. Biofeedback van de bekkenbodem, dat is nu een fotootje van het toestel die gebruikt wordt bij een kindje. Dat is een korte contractie en daarna moet hij zo goed mogelijk en blijven ontspannen met zijn duikboot in de lichtblauwe zone blijven.
veel toestaande bestanden, dus nu ook als spelletjes om het aangenamer te maken voor de kinderen. Bij het ontspannen wordt ook soms de buik mee betrokken, dat er zowel een curve is voor hoe dat de buikspieren op of ontspannen en hoe dat de sluitspieren op of ontspannen. De Euroflowmetrie, dus dat toestel dat hier nu in de hand staat, is al veel moderner dan deze toestellen, zie ik. Dat wordt meestal dus in het ziekenhuis gedaan en zo wordt de flow bekeken van degene die plast, waar dat het plasprobleem eigenlijk zit. Hè. De eerste curve is dus een perfecte flow. Hè. De maximale volume en is eigenlijk een mooie curve. En dan zie je rechts een beetje afwijkende flows. Dus een hele scherpe flow is meestal een persmixie. Een plateau is eigenlijk iemand die veel te weinig blaasdruk heeft of terwijl een obstructie van de uretra, waardoor dat veel te traag gaat, maar wel gelijkmatig. Staccato wil zeggen dat het allemaal in stukjes is. Psh, 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 psh. En dan interruptie is eigenlijk verschillende grotere en kleinere curves door elkaar. Je kunt dat eigenlijk altijd al een beetje nagaan door een keer te luisteren hoe dat iemand plast. Hè. Normaal gezien, als je een normale flow hebt, begint dat met een pssst. En als je hoort, bijvoorbeeld van iemand die op het toilet zit, die pssst, 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 dan weet je al direct dat hij een staccato heeft, zonder die onderzoeken eigenlijk te moeten doen. Een normale flow is dus 25 tot 50 ml per seconde. Men plast normaal leeg in minder dan 30 seconden. Er is een maximum debiet na 5 seconden met een minimum volume van 150 ml voor een plas. Anders is de Euroflow eigenlijk niet echt evident controleerbaar. De TENS. TENS is dus transcutaneous huid, electric nerve stimulation. Dus dat is met kleefelektrodes dat we variabel volgens de centra is de plaats en de intensiteit. Oftewel op de rug leggen is 3 sacraal. Bij kindjes is dat bijvoorbeeld meestal 2 hertz, 200 microseconden, 2 uur per dag. En dat is voor die blaas te kalmeren vooral. Er zijn ook centra die 10 hertz gebruiken, 80 microseconden is 3 sacraal, 30 minuten per dag. Er worden ook kleefelektrodes gelegd ter hoogte van de nervus tibialis posterior en een referentie elektrode op voet of onderbeen. Dat wordt meer 20 hertz en 200 microseconden gebruikt. Dat is dus altijd met kleefelektrodes. Men doet de grens omhoog totdat men het voelt en dan doet men het weer omlaag. Men moet het niet voelen tijdens de therapie en er zijn geen neveneffecten. Dat is dus een TENS apparaat. Wordt dus S3 sacraal, oftewel op de voet gelegd. De PENS is percutaan electric nerve stimulation. De PENS is dus met een acupunctuurnaaldje dat dezelfde therapie toegepast wordt, maar dan specifiek direct op de onderbeenzenuw. Dus de onderbeenzenuw wordt aangeprikt, het toestelletje wordt aangelegd, de neuromodulatie gaat naar het sacraal centrum van de patiënt en het kalmeert die regio, het neuromoduleert eigenlijk het neurologisch systeem van dat sacraal centrum. Dus wordt heel veel gebruikt bij urge- en plasproblemen, maar ook heel veel bij pijnbehandelingen van het bekken. Dus de research zegt dus na meer dan 30 publicaties dat zeer veilig en efficiënt is. 60-80% heeft effect ervan. Het vermindert de urgency, het vermindert de perioden van urge incontinentie, het vermindert de frequency van de patiënt, zowel tijdens dag en nacht, en er zijn geen neveneffecten. Dus dat ziet er zo uit, dat is natuurlijk een beetje wazig. Ik had dat op mijn computer niet gezien, dat dat niet zo scherp was. Dus dat is een acupunctuurnaaldje, die eigenlijk juist dus ongeveer 3-4 centimeter achter de binnenenkel
geprikt wordt over op de nervus. Op de nervus tibialis posterior. Het toestelletje wordt aangelegd, de andere elektrode wordt ergens rondgelegd op de voet of op het onderbeen. Dat is eigenlijk gelijk, want dat is een afferente elektrode. En dan wordt de intensiteit opgedreven totdat oftewel de patiënt goed het voelt tot in de voet, liefst dat de teen mee beweegt. Maar sommige patiënten durven dat niet zo ver laten komen, maar hadden die zenuwirritatie voelen op die zenuws. En zeggen dat het is goed, maar vanaf het eigenlijk richting voet teen gaat, is het dan goed. Maar we zien wel graag die meteen meebewegen. Dan doen we het weer op laag, totdat de patiënt het juist niet meer voelt. En dan moet het minimum een half uurtje aanleggen. We spreken ook al van 20 minuten, maar het is nog altijd een beetje een zoektocht naar wat dan nu de effectieve indicaties, de effectieve instellingen zijn. Wat doet die TENS en die PENS? Een inhibitie van de hyperactiviteit van de detrusor en het optimaliseren van het mixiepatroon. Dat is dus wel toch de doelstelling bij een dysfunctioneel bladder syndroom. Triggerpoint therapie, stretchen. Dus we raden ook soms aan van de patiënt van op een stoel te zitten met een tennisbal en zijn perineum zelf te masseren. Dus een beetje te zien waar de pijnpunten zitten. Er bestaan dus speciale toestellen op de markt voor de triggerpoints anaal eigenlijk zelf aan te pakken. Er zitten heel veel punten in de bekkenbodem die triggerpoints kunnen geven. Zoals een triggerpoint is dus een heel gevoelige spierpunt. Bijvoorbeeld in je nek heb je dat hier altijd aan je schouderbladen. Waar alle kinesisten als alle verpleegkundigen hebben dat zeker. Dat is eigenlijk hetzelfde gevoel, maar in die bekkenbodem. En de kinesist kan ook die triggerpoints zowel uitwendig als inwendig opzoeken en eventueel ook behandelen met een frictionele massage. Stretchen is dan dat je de patiënten opspant en als hij ontspant, dat je eigenlijk die bekkenbodem mee stretcht. Dus dat je mee uittrekt. De stelling van het Nederlands KNGF is, dus bekkenfysiotherapie is de eerste optie in het behandelen van bekkenbodemfunctiestoornissen, chirurgie altijd de laatste. Ik heb hier nog een paar casus, maar ik weet niet in welke tijd dat eigenlijk zit. Ik ga ene casus uitleggen om te zien hoe onbegrepen dat wij soms zijn, ook als kinesist. Een man van 41 jaar met diabetes type 1 en was al blind. Kwam naar de praktijk omdat hij ieder kwartier moest gaan plassen. Altijd urgency en ook urge incontinentie. Hij grocht al na dat kwartier soms al niet meer aan het toilet. Ja, door zijn diabetes een volledig neurologisch onderzoek had, een volledig urodynamisch onderzoek had, dus alles was gebeurd en ze vonden eigenlijk niks. Hij kwam en ik vroeg aan zijn vrouw, perst die, zijn vrouw was mee, wat is blind, perst die voor te plassen. Persen, zegt die vrouw, ik hoor hem drie kamers verder. Hij zegt, zo heel luid te doen, maar ja, zegt die, ik wil er alles uit, want ik moet hier 10 minuten terug gaan plassen. Dus ja, de blaaswand zal wel verdikt geweest zijn. Soms krijgen we dus heel weinig informatie mee. Het was gewoon dat hij urgency en frequentie had. Hè. Dus ik heb gezegd, ja, echt ontspannen plassen, je moet meer drinken, want hij dronk bijna niks meer omdat hij ieder 10 minuten, ieder kwartier moest gaan plassen. Dus hij had een heel geconcentreerde mixie die zijn blaaswand enorm irriteerde en hij perste enorm bij het plassen, dus dat moest weg, hij moest ontspannen plassen. En normaal gezien duurt dat 3 maanden voordat die blaaswand weer dunner is en voordat dat gaat, achter de week op 4 zegt hij, ja, ik kan nog makkelijk een uur wachten. Dus hij had eigenlijk, volgens mij de blok, een heleboel opgesoupeerd. Van het ziekenfonds en had hij eerst misschien naar de kinesist gekomen, was dat een veel goedkopere oplossing geweest. Dus het is altijd een individuele behandeling aangepast aan de anamnese, klinisch onderzoek en de klachten van de patiënt. Dus iedereen kan iets complex maken, maar soms moeten we het simpel bekijken en kijken wat zijn de klachten, wat kunnen we er eigenlijk gewoon functioneel aan doen. De gespecialiseerde kinesietherapeuten kun je vinden op 2 websites. Spijtig genoeg moet men daarvoor betalen om daarop te staan. Er zijn er wel nog enkele pelvische therapeuten die daar niet op staan. Maar we hebben allemaal ons dossier moeten indienen voor een bijzondere bekwaamheid te voorkomen tegen 2017. En hopelijk wordt die lijst in 2017 dan ook openbaar gemaakt. Zodat we daar ook mee naar onze collega's verpleegkundigen of dokters, specialisten mee terecht kunnen. Dat is dan het lijstje waar ik een beetje mijn info gevonden heb.